Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer ombudsman opnieuw kritisch over interventieteams. Nu eerst kort het nieuws van dit moment. De supportersverenigingen van Feyenoord en Ajax hebben een voorstel klaar liggen om weer uitpubliek toe te laten bij de klassieker. De bedoeling is dat volgend seizoen de eerste uitsupporters weer toegang hebben tot de wedstrijden. Binnenkort wordt het voorstel aan de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam aangeboden. Om alle betrokken partijen te laten wennen aan de uitsupporters, stellen de initiatiefnemers voor om te beginnen met 800 supporters. Erik van Dorp van de supportersvereniging van Feyenoord denkt door middel van de voetbalwet en de combiregeling het risico op ongeregeldheden te verminderen. Vanaf 1 april moeten 65-plussers in Vlaardingen weer gaan betalen voor het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen. De gemeente stopt met een proef vanwege de bezuinigingen. Bijna 1200 oudere Vlaardingers met een minimuminkomen hebben van de regeling gebruik gemaakt. De Rotterdamse interventieteams die achter de voordeur controleren, houden zich nog altijd niet aan de regels. Dat zegt de Rotterdamse ombudsman. Zij melden bij het aanbellen bijvoorbeeld niet dat de bewoners het bezoek mogen weigeren. In het rapport staat ook dat de teams onvoldoende uitleggen met welke reden zij aan de deur komen. De ombudsman stelt ook vast dat de teams zich over het algemeen respectvol opstellen. Het particuliere meldpunt Brandmoerdijk heeft in de dagen na de brand bij Chemiepak ongeveer 200 klachten binnengekregen. Bijna alle klachten gingen over de gebrekkige informatievoorziening en niet hoorbare sirenes. Het online meldpunt werd kort na de brand geopend door Bert Klein uit Schravendeel. Hij wilde onderzoeken hoe de bevolking de rampenbestrijding en de communicatie had ervaren. Ook vandaag nog uitstekend weer. Het is droog met zon en bewolking. Het is wel minder zacht met temperaturen van zo'n graad of 12, 13. En er staat ook, vooral aan zee, een straffe noordoostenwind. De ombudsman heeft opnieuw kritisch geoordeeld over de zogenoemde interventieteams. Na het eerste rapport in 2007 ontstond het beeld dat interventieteams hun voet tussen de deur zetten, met z'n tienen tegelijk binnenvallen en vervolgens alles controleren. Ook nu, 4 jaar later, valt er volgens de ombudsman nog altijd veel te verbeteren. Interventieteams worden door de gemeente ingeschakeld als er vermoedens zijn van misstanden. De ambtenaren komen meestal onaangekondigd gegevens controleren op het gebied van scholing, werk, huisvesting en veiligheid. Per jaar vinden er 38.000 bezoeken plaats. In 2007 liet de toenmalige ombudsman van kinderen zich al kritisch uit over de werkwijze van de teams. De kern was, ze komen met te veel en ze onderzoeken te veel. De huidige ombudsman, mevrouw Zwaneveld, deed opnieuw onderzoek. Ze was bij 74 huisbezoeken aanwezig. Vroeger kwamen ze met 7 of soms wel met 10 mensen bij je aan de deur. Dat is niet meer zo. Ze komen nu met 3 mensen. En bovendien, de gemeente heeft nu zelf een protocol. Een soort van handleiding waar de interventieteam mensen zich aan houden. En dat doen ze in de praktijk voor een groot deel ook, maar voor sommige delen ook niet. De ambtenaren moeten beter duidelijk maken wat de reden is van hun bezoek. Daarnaast moeten ze de bewoners erop wijzen dat ze toestemming mogen weigeren. Tot slot moet duidelijk worden wat er gebeurt met de informatie die de interventieteams verzamelen. Wethouder Karakus heeft toegezegd het laatste punt te onderzoeken. Maar met de rest van de kritiek is hij het niet eens. Wat ik vind, als je dus eenmaal binnen bent en je treft dat aan, dan maak je daar werk van. Dan kijk je niet weg, dan probeer je dat probleem op te lossen. Volgens de wethouder heiligt het doel dus de middelen. Volgens hem wordt in 95% van de gevallen een misstand aangetroffen. Wij zijn er 74 keer mee geweest en ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat wel gezien, maar heel sporadisch. Ik heb ook gevraagd aan die mensen van de interventieteams hoe vaak dat nou voorkwam. En dat is wat mij betreft zodanig weinig dat dat niet deze omvang 38.000 huisbezoeken op jaarbasis rechtvaardigt. Volgens mij zijn er andere en betere manieren. Het rapport van de ombudsman is vandaag naar de gemeenteraad en BMW gestuurd. Het is een gouden fonds, ruim 10 minuten beeldmateriaal van de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De directeur van het Oorlogverzetsmuseum is er maar wat blij mee, want uit de nadagen van de oorlog zijn heel veel spullen en foto's bewaard gebleven, maar amper filmmateriaal, tot vorige week. Want toen besloot Riet Schouten de beelden die ze al jarenlang bewaarde aan het museum te tonen. En daar waren ze blij verrast. Dit is goud. Dit is absoluut goud. Dit is zo verschrikkelijk mooi. We zijn er heel erg blij mee. Riet Schouten was 14 jaar toen in 1945 Engelse vliegtuigen eten dropten boven Terbregge bij Rotterdam.
Het was eind april en de voedseldropping tekende het naderende einde van de oorlog. Haar vader filmde in het grootste geheim, opnames maken was verboden in de oorlog, de voedseldroppings en het daaropvolgende bevrijdingsfeest. Ja, dan beleefde ik niet zo dat ik op de film kwam. Misschien heb ik niet eens gezien dat hij mij stond te filmen. En jullie stonden bij elkaar? Wij stonden bij elkaar te kijken, want je ogen waren gericht op alles wat er gebeurde. Er gebeurde zoveel. Hè, dat inladen van al dat voedsel in die boten. En toen kwamen er twee Duitsers aan met de fiets en die namen twee grote zakken met eten mee. Nou, daar waren we niet zo blij mee natuurlijk. Maar ik heb helemaal niet op mijn vader toen gelet, nee. De film toont hongerige Rotterdammers die zich gretig op het eten storten. Na een lange periode van honger is het voedsel letterlijk een geschenk uit de hemel. Echt Lancasters die zo verschrikkelijk laag overvliegen en met zulke grote hoeveelheden dwars door elkaar vliegend bij Terbregge. Voedseldroppen van lage hoogte, maar ook van hele hoge hoogte gooien ze voedsel uit. En dan een uitzinnige menigte met mensen die daar staat te rapen en te eten. Je ligt nou bij het museum, mensen gaan op het kijken. Bent u nou trots? Ja. Ja. Niet voor mezelf, maar voor mijn vader. Ik vind het heel jammer dat hij daar niks meer van meekrijgt. Maar ja, ik ben echt trots op mijn vader. Ja. Nieuwsgierig geworden? De film is te bekijken in het museum. En wat vind je daarvan? Nou, dat het een beetje kriebelt. De informatievoorziening naar de burgers tijdens en na de brand bij Chemiepak was niet eenduidig en daardoor verwarrend. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat is gedaan door een inwoner van Schravendeel. Nog voor de officiële onderzoeken klaar zijn, heeft Bert Klein de reacties verzameld van ruim 200 mensen. En daarmee geeft hij inzicht in de manier waarop mensen in de omgeving van Moerdijk de brand hebben beleefd. 5 januari van dit jaar, brand bij Chemiepak in Moerdijk. Zwarte wolken trekken over Strijen, Schravendeel en Dordrecht. Alleen rond Strijen gaan de sirenes. Bert Klein uit Schravendeel vindt de informatie van de overheid ontoereikend. En hij vraagt zich af of dat gevoel gedeeld wordt. Een dag na de brand begint hij het meldpunt Moerdijk. Ruim 200 mensen reageren. Hun belangrijkste klachten: de sirenes hadden in een veel groter gebied moeten afgaan en de informatie had beter moeten zijn. De meeste meldingen zijn ook feitelijk uit Dordrecht en Schravendeel gekomen. Dat zijn de gebieden die eigenlijk net buiten de boot vielen wat betreft de alarmering via sirenes. Maar ze zagen wel de rookwolken boven hun huizen trekken op dat moment. Dus ja, wat dat betreft heeft de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid ook al wat steken laten vallen. Maar de veiligheidsregio blijft erbij dat de sirenes in Schravendeel en Dordrecht niet aangezet hoefden te worden, omdat het gevaar er niet groot genoeg was. Ook in de nasleep van de brand bleef te veel onduidelijk, concludeert Klein. Waarom moest het vee binnenblijven en waarom mochten de spruitjes niet geoogst worden als er niks aan de hand was? Je hebt daarna natuurlijk weer wat beperkende maatregelen gekregen. En dan denken ze, ja oké, okay, je bent dan niet gealarmeerd. En dan blijkt er achteraf misschien toch wel iets aan de hand te zijn. Opnieuw verwarring? Opnieuw verwarring en onduidelijkheid. En geen goede mededelingen vanuit de overheid. Mocht er ooit nog eens zoiets gebeuren, dan moet het dus anders. Het gebied wat gealarmeerd is, zeg maar, moet dus ook gemeld worden op alle calamiteit-informatiekanalen van als zijnde gebied waar dus ramen en deuren gesloten moeten worden. Dus niet zeg maar een groter gebied aangeven, want als je een groter gebied aangeeft, had je ook daar de sirenes aan moeten laten gaan. Ook wat betreft de informatievoorziening achteraf, hè, op bewonersbijeenkomsten, moeten de autoriteiten ook zich meer kunnen gaan verplaatsen in het gevoel van de mensen, dus minder ambtelijk, minder zakelijk. Klein heeft zijn rapport vanmiddag overhandigd aan de inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Het is misschien wel de kleinste school van Nederland, de Viking, in Nieuwendijk, vlakbij Zuid-Beijerland. De school heeft wettelijk te weinig leerlingen om open te blijven, maar heeft voorlopig toch uitstel gekregen. En dat is maar goed ook, want het gehucht kan niet zonder school. Nee, dit is niet een klas die op excursie gaat. Dit is meer dan de halve school. 21 leerlingen zitten er op de openbare basisschool De Viking. De groepen 1 tot en met 4 zijn een groep en 5 tot en met 8. Waar loopt de schelde in de zee, in het water uit? En je probeert wel dingen bij elkaar te nemen, zodat je inderdaad de tijd hebt voor iedereen. Maar het is natuurlijk intensiever als een school waar je maar 1 groep hebt. Dus dat is zonder meer waar. Even was er de angst dat de school dicht moest. De Viking heeft 2 leerlingen te weinig. Misschien is er wel helemaal geen school die net zo leuk is als deze. Maar van de minister van Onderwijs mag de school voorlopig open blijven. Ik vind deze school toch wel fijn, want ik woon hier om de hoek.
Nieuwendijk haalt opgelucht adem. Het dorp telt ruim 300 inwoners. Er is niet één winkel meer en ook de melkboer is ermee gestopt. De school is daarom meer dan een school. Ik denk toch wel dat het een heel sociaal punt is ook. Toch wel heel de wijk trekt hier wel naartoe. Had toch wel vervelend geweest als het schooltje dichtging. Leen Bouquet is bijna 80. Hij zat op de voorloper van de Viking. Nu woont hij er tegenover. Vroeger waren er kinderen genoeg. Ik ben hier geboren, dus ik heb hier school gehad. Er zaten zeker 60 leerlingen zaten op die school. De meeste hier in de landbouw werkten, voornamelijk ook, die waren grote gezinnen. Dat varieerde van 9 tot 12, zelfs 14. Zulke grote gezinnen wonen er niet meer. Voorlopig is er wel tot 2014 de tijd om te groeien. En dat is ruim 3 jaar en daarin heb je tijd om te groeien, want er staan heel veel huizen nog steeds te koop. En dan verwachten we toestroom van kinderen. Financieel blijft het wel lastig voor de Viking. De school krijgt namelijk subsidie per leerling. Met het doel om heel Nederland vandaag luisvrij te maken, organiseerde het landelijk steunpunt Hoofdluis voor de 2e keer een nationale luizendag. En ook op basisschool De Noord in Ridderkerk werd er vandaag door speciaal aangestelde pluismoeders flink geluizenpluist. Een beetje raar. Een beetje vies. Het zijn kleine beestjes die op je haar zitten en die zoeken eigenlijk warmte en ze jeuken. Luizen, daar draaide het vandaag om op basisschool De Noord in Ridderkerk. Deze school deed mee aan de Nationale Luizendag met speciale luizenlessen en door kinderen te controleren op de beestjes in het haar. En daarvoor zijn speciale luizenmoeders aangesteld die allemaal maar één doel hebben. Ja, proberen de school luisvrij te maken, denk ik. En daarvoor moeten de moeders op onderzoek uit in het haar van de kinderen. Ik word gepluist eigenlijk. Op luizen eigenlijk. Dus. Waarvoor? Om te controleren of je luizen hebt. En dat kan je het beste doen door gepluist te worden. Nou, wordt geluizenpluist. En wat vind je daarvan? Nou, dat het een beetje kriebelt. De gevonden luizen worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt voor onderzoek, omdat steeds vaker blijkt dat luizen resistent aan het worden zijn voor de speciale shampoo die de beestjes bestrijdt. Maar de opbrengst in Ridderkerk is niet groot. Hebben ze al wat gevonden bij je? Nee. Geen luizen. We hebben 2 kindjes gevonden met neten tot nu toe. Dus op zoveel kinderen is dat best goed. Zo, je bent klaar. Hè? Je mag gaan. Op de Tweede Maasvlakte zijn de wrakstukken geborgen van het in 1942 gezonken Deense stoomschip de Cornelia Maersk. Het vrachtschip, geladen met steenkool, werd door Engelse bommenwerpers tot zinken gebracht. Januari 1942. Het stoomschip Cornelia Maersk is op weg van Rotterdam naar Kopenhagen als het door 2 bommen tot zinken wordt gebracht. Het wrak belandt in het gebied waar nu de Yangtzeehaven wordt aangelegd. Tijdens het afzuigen van de grond stuitte men op 16 meter diepte op de restanten. Ze moeten daar weg, maar voordat het zover is, wil het Maritiem Museum graag weten wat er nog van het schip over is. Ja, het is best gefragmenteerd. Natuurlijk door dat bombardement is het al aardig beschadigd geraakt, maar ook door het eruit halen uit het water. En bovendien is het zo dat het schip dat heeft natuurlijk half in het zand gelegen. Het gedeelte wat in het water lag, dat is eigenlijk voor het belangrijkste deel helemaal vergaan. Toch zijn enkele wrakstukken nog in aardige staat, zoals de schroef. Die zal niet in het museum belanden. Het Maritiem Museum is vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van het schip, het verhaal dat erachter zit. Het verhaal, de Tweede Wereldoorlog, die geschiedenis, die draagt dit wrak eigenlijk helemaal in zich. Bovendien is het zo dat het van een grote bekende rederij is, een firma Maersk, Møller Maersk. En de firma Møller Maersk, een dochter daarvan, gaat op die Tweede Maasvlakte ook een containerterminal bouwen. Ja, en dan is het wel heel bijzonder dat een stuk eigen geschiedenis precies op die plek ook weer tevoorschijn komt. Dus dat is een prachtige lading, gelaagdheid die daar naar boven komt. Enkele wrakstukken zullen tentoongesteld worden in het expositiecentrum Futureland. De schroef van de Cornelia Maersk krijgt waarschijnlijk een plekje op de Tweede Maasvlakte bij APM Terminals, het zusterbedrijf van rederij Maersk. Op de redactie staat Ardi den Hoed. Ardi, de supportersverenigingen van Feyenoord en Ajax hebben samen een plan gemaakt.
Ja, die supportersverenigingen hebben de handen ineengeslagen, want die willen dat uitsupporters weer worden toegelaten bij wedstrijden van de klassiekers. Er wordt daardoor binnenkort een plan gepresenteerd aan de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. Daarin staat te lezen dat er bijvoorbeeld volgend seizoen weer 800 supporters zouden moeten worden toegelaten om die klassieker weer sfeervol te maken. Zoals bekend wordt de klassieker al 2 jaar zonder uitpubliek gespeeld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met supportersongeregeldheden. En dan had Excelsior vandaag een vrije middag, de woensdagmiddag, maar werd die wel goed besteed? Ja, prachtig weer hè, voor een clinic op Schuttersveld in Rotterdam-Krooswijk. Daar gaan ze de kinderen voetballes geven en de spelers en trainers van Excelsior doen dat voortaan iedere woensdag tot het einde van dit kalenderjaar. De 5 Rotterdamse sportclubs, zoals Rotterdam Basketbal, Atletiekvereniging PAK, Hockey en Tennisvereniging Victoria en Excelsior, gaan tot het einde van dit jaar proberen de jeugd in Rotterdam-Krooswijk te stimuleren om een sport te beoefenen. Namens Excelsior waren Guillaume Fernandes, Lex van Haafden, Leen van Steensel, Geert Arend Rorda en Wouter Gudde aanwezig. Die laatste was er niet als speler, maar als commerciële man. En hij legt uit wat Excelsior op maatschappelijk gebied kan bijdragen aan het project op het Schuttersveld. Er zullen af en toe spelers komen, dat is onze hoofdopleiding. Marco Verlochem zal je af en toe zijn. Het jaarprogramma, daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar voorlopig is het nu tot en met mei zo dat hier elke keer een hoofdtrainer of een trainer staat van Excelsior met 2 spelers. En die worden ondersteund door de gemeente, dus door SNR. En we willen na de zomer willen we daar wel naartoe werken dat we ook af en toe een toernooi vormen en wat speciale activiteiten daar gaan doen. Maar wij zullen wel hier 45 keer per jaar op woensdag zullen wij actief zijn op het Schuttersveld. Ja, en dan was het gisteren wedstrijd 3 in de basketbalfinale tussen de dames van Binnenland en Leiderdorp. En dat betekent dat gisteravond de beslissing kon vallen, want Leiderdorp had de eerste 2 duels in de Best of 5 serie gewonnen. Binnenland restte dus maar 1 opdracht gisteravond winnen. Oftewel in sporttermen, de dood of de gladiolen. Leiderdorp met voormalig binnenlandspeelster Linda Appers in de gelederen opende voor eigen publiek te scoren en hield de Rotterdamse dames de gehele wedstrijd achter zich. De formatie van coach Pieter Kodde, hier scorend via Kelly Versluis, bood beter tegenstand dan in de voorgaande 2 duels, maar had vooral geen greep op de Leiderdorpse center Marloes Nieuwveen. Zij was de absolute uitblinker van de finale. Via de 73-65 overwinning eiste Leiderdorp voor het eerst in de historie de titel op. En dus mocht de nieuwe kampioen het netje van de basket als aandenken afknippen. Nederland staat aan de vooravond van een bio-LNG-revolutie. Dat vinden althans de oprichters van het nieuwe Rotterdamse bedrijf Anglo-Dutch. Bio-LNG is brandstof gemaakt uit afval en het wordt straks uit Engeland gehaald om hier geleverd te worden aan de eerste LNG-binnenvaartschepen. Maar dat is nog maar het begin, want doordat steeds meer schepen en vrachtwagens geschikt worden gemaakt voor LNG, verwacht het bedrijf straks een gouden toekomst voor deze schone brandstof. Bio-LNG heeft de toekomst volgens de Rotterdamse geoloog Peter van der Graag van Holland Innovation Team. Het bedrijf wil daarom een bio-LNG-fabriek in Delfzijl bouwen. Maar vooruitlopend daarop heeft Van der Graag's bedrijf samen met de Britse bio-LNG-producent Chive Anglo-Dutch opgericht. Dat de brandstof met tankwagens rijdend op bio-LNG uit Engeland haalt om hier aan binnenvaartschepen en vrachtwagens te leveren. Nou, in dit geval halen wij het uit een stortplaats. Stortplaats, daar wordt gas ingevormd en er staat een mooie fabriek boven. En die waardeert dat gas op tot 100% biomethaan. En dan wordt het vloeibaar gemaakt. Want wanneer het vloeibaar is, kan je het gewoon distribueren naar tankstations en naar bunkerstations. Dit jaar worden de eerste Nederlandse LNG-binnenvaartschepen verwacht. Ook vrachtwagenfabrikanten komen met een LNG-variant. Bio-LNG is de milieuvriendelijker tegenhanger van LNG. Het wordt gemaakt van alles dat kan rotten. LNG is aardgas dat vloeibaar is gemaakt en onder meer uit Rusland en een aantal Noord-Afrikaanse landen komt. Het is weliswaar schoner dan de huidige fossiele brandstoffen, maar je blijft economisch afhankelijk van het buitenland. Bovendien kan het methaangehalte in LNG sterk wisselen. En juist dat bepaalt hoe kwalitatief goed en schoon de brandstof is. Bio-LNG zou in scheepsmotoren of in vrachtauto's gebruikt moeten worden. En de zware LNG... Ja, die kan je het beste zodanig aanpassen dat het gewoon het net in kan. Het Zwijndrechtse bunkerbedrijf Nobel gelooft in de nieuwe brandstof die veel zuiniger en onderhoudsvriendelijker is dan diesel in trucks of gasolie in binnenschepen.
zelfs als ze uitgerust zijn met een roetfilter. Bij de huidige brandstoffen, als je daar een roetfilter voor aan moet schaffen, ben je ongeveer €250.000 per schip ben je kwijt. En ook zo'n roetfilter is eindig. Als we naar LNG gaan, bouw je één keer de motor om, je doet een investering. En als je dat hebt gedaan, dan kan je eigenlijk tot de volgende revisie probleemloos varen. Om Nederland snel LNG-minded te krijgen, is een hele nieuwe infrastructuur nodig. En die gaat er volgens Van der Gaag ook snel komen. We gaan schepen bouwen die de bio-LNG kunnen vervoeren. We gaan bunkerstations bouwen die de bio-LNG kunnen bunkeren aan de binnenvaartschepen. En we gaan een keten van tankstations neerzetten. Anglo Dutch verwacht dat binnenvaartschepen en vrachtwagens straks 15-30% per liter goedkoper uit zijn dan nu. Bovendien kunnen ze met die liter 30% meer kilometers afleggen. Minister Schulz van Hagen heeft inmiddels een subsidieregeling voor LNG-vulpunten in het leven geroepen. En ook gedeputeerde staten van Zuid-Holland willen het nieuwe initiatief financieel ondersteunen. Een voorstel daartoe wordt eind deze maand voorgelegd aan provinciale staten. Als je kijkt wat wij met z'n allen ook in Nederland aan afval produceren, dan is er geen enkele twijfel over dat wij 20-50% van onze fossiele brandstoffen als diesel en benzine kunnen vervangen door bio-LNG. Rodney was vroeger geen lievertje, maar nu werkt hij al jaren met probleemjongeren in Delfshaven. Tot tevredenheid van de buurtbewoners. Ik denk dat het toch wel zo is dat, dat er een heleboel jongerenwerkers, ja, die komen gewoon in de wijk, die doen hun werk en ja. Ja, zolang ze ervoor betaald krijgen en ze krijgen hun salaris, dan is het goed, weet je. Maar deze man wil niet alleen voor zijn geld hier in de wijk, maar hij wil er ook voor zorgen dat wij er beter van worden, weet je. Zometeen in aanpakken. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie dag toe. Dag.